Bas, goedemiddag. Welkom bij een nieuwe uitzending. En ik denk ook de laatste van dit jaar van Vraag het Bas. Hoop binnengekomen weer, ook naar aanleiding van de Avonds Open, waar je natuurlijk 5 dinsdagen lang acte de présence hebt gegeven. Het zijn er een hoop dit keer, geen 3, dus we gaan er heel snel doorheen. Lennart Zuurmond, bedrijf staat er helaas niet bij. Vraag aan Bas is, we werken sinds december met Avonds Profit Accountancy. Veel met CRM, urendeclaratie en fiscaal. We zijn heel tevreden hoe het gaat, maar in fiscaal vallen ons de rapportages tegen. Nou, het hele verhaal samengevat. Kan je er gewoon voor zorgen dat de betreffende rapportages waar wij behoefte aan hebben worden uitgebreid? We vinden gewoon het aantal rapportages wat standaard wordt meegeleverd gewoon beperkt. Oké, nou op de Avonds Open Accountancy hebben we onder andere laten zien dat we en veel aan een rapportage hebben gedaan. We hebben ook de tools om de rapportages zelf mooier te kunnen maken als klant, hebben we ook uitgebreid. Dus dat is denk ik een grote verbetering. Daarnaast staan we natuurlijk heel erg open voor verdere verbeteringen van rapportages. En zouden het erg fijn vinden dat je die alles kenbaar maakt. Het mooie moment is altijd weer, denk ik, onze inspraaksessies die we aan het begin van het jaar doen. Er is een aparte inspraaksessie voor fiscaal. Kom daar alsjeblieft naartoe. Ik neem aan dat we binnenkort weer de datums bekendmaken. Ja, de datums zijn al bekend. Zijn al bekend? Ja. Dus ga naar onze site, kijk naar inspraaksessies. Geef je op voor de inspraaksessie fiscaal. We zouden heel graag horen wat voor verbeterpunten je hebt voor onze fiscale rapportages. Maar er is dit jaar veel aan gebeurd en ook de tools zijn verbeterd. Nou, mooi om te horen. Gaan we volgende vraag. STOAS, CTB staat erachter. Marcel de Vries is degene die het ingestuurd heeft. Bas, geen vraag, maar een positief geluid. Ik was bij de Belangenvereniging SBD, bij AVOS uitgenodigd. Ik wil je bedanken voor de gastvrijheid op jullie prachtige locatie. Jullie hebben op mij een zeer professionele indruk achtergelaten. Mijn vraag is meer op zijn aanvulling. Waarom stellen wij ons theater ter beschikking aan allerlei belangengroepen, brancheverenigingen en allerlei bedrijven om gewoon hier eigenlijk als AVOS gastheer te spelen? Waarom doen we dat? Omdat wij denken dat dat een leuke manier is om in aanraking te komen met AVOS. Dus we ontvangen heel veel grote groepen hier. Vinden het ook zelf leuk om op het podium te staan. We hebben er een prachtig theater voor. En mensen die hier een keer over de vloer komen en met name zien hoe wij zelf bij AVOS werken, raken daardoor geïnspireerd en komen vaak ook weer terug van nou, ik wil graag met de software van AVOS aan de gang. Dus we hebben vorig jaar hebben meer dan 25.000 mensen in ons pand gehad. Ik heb de cijfers voor dit jaar nog niet bekeken, maar ik denk dat we die gaan overtreffen nog met de 1500. Dus een leuke manier om in aanraking te komen. En de SPD natuurlijk helemaal, het zijn mensen die toch in de administratieve hoek zitten. Ja, die willen wij dolgraag op onze software hebben. Ja, goed om te horen. En vanuit marketing is dat natuurlijk ook iets waar wij veel mee bezig zijn. Ja, we hebben een aantal hele mooie sessies weer voor volgend jaar. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar we krijgen een aantal hele spraakmakende sprekers ook weer in ons theater. Dus het wordt gewoon gaaf. Hou de website in de gaten. De volgende is mijn persoonlijke favoriet. Dat is de heer Augustijn. En hij heeft gezegd bij het bedrijf, ik ben bouwvakker. En hij schrijft, Bas, bij deze wil ik je bedanken voor de mooie verjaardagskaart van AZ. Jullie als bedrijf zijn toppers en ik ben blij dat jullie onze club sponsoren. Ik hoop dat je nog lang bij AZ blijft. Bas, hoe krijgen we het nou eigenlijk voor elkaar dat een supporter van AZ op een zakelijke website bij AVOS komt? Wat is dat, denk je? Ja, nou ja, goed, sowieso hebben we natuurlijk een hele leuke actie, een marketingactie, waarbij we mensen met een seizoenskaart van AZ een verjaardagskaart sturen, gepersonaliseerd. Dus het lijkt net alsof ze een foto zien van een speler van AZ, maar het blijkt dan blijken ze zelf te zijn met ook hun leeftijd als nummer. En het blijkt zo te zijn dat de mensen bij AZ het heel erg leuk vinden dat wij sponsor zijn daar. Ik denk ook dat het komt doordat wij natuurlijk heel veel energie ook weer insteken. We hebben afgelopen vrijdag AZ Utrecht hebben we weer 300 gasten gehad. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie wisselwerking tussen AZ en tussen AVOS. En toen ben je hem ook tegengekomen, toch? Ik ben deze vraagsteller ook tegengekomen, ja. Want ik ken deze vraag, ik kan het me herinneren. Ik heb er ook een mail van gekregen en ik heb Piet ook uitgenodigd samen met zijn dochter Kelly om langs te komen in het AVOS-stadion. En we hebben een leuke rondleiding met elkaar gedaan, de bestuurskamer gezien. En Piet bleek al sinds 1975, ik was nog niet eens geboren, bleek hij al AZ-fan te zijn. En Kelly, zijn dochter van 18, dat is helemaal mooi, die zet 's avonds de tv aan op voetbal. Dus hij heeft het denk ik heel erg goed gedaan, Piet. Geweldig. De heer Van Daatselaar, wederom een particulier, dus geen bedrijf. Ja, we zien toch een hoop nieuwe mensen op onze website komen. Ontzettend leuk ook. Geen moeilijke vraag, Bas, maar wat betekent de naam AVOS eigenlijk? Ik neem dat het afkortingen van woorden zijn. En waar staan ze voor? Het is ooit was AVOS een product en dat stond voor algemeen financieel administratieve software. En dat is al uit de jaren 80, dus dat is echt al oud. En toen AVOS een bedrijf werd in 1996,
hebben wij de naam van het product overgenomen als naam van het bedrijf. Het was een management buyout vanuit de raadorganisatie. En toen hebben we eigenlijk de naam op een gegeven moment wel verengelst. Applications for Administrative Solutions. Nou, dat krijg ik al bijna niet uit mijn strot en ook niemand anders. Dus intussen is het gewoon een begrip geworden. Net zoals je je niet meer afvraagt wat DAF betekent of Philips betekent. Nou, dat vragen mensen zich ook bijna niet meer af wat AFAS betekent. Maar het staat dus voor Applications for Administrative Solutions. Nou, zeg dat maar eens 3 keer achter elkaar. Hele mond vol. We gaan vrolijk door. We hebben de tijd en we gaan ook gewoon alle vragen die binnengekomen zijn proberen van antwoord te voorzien. Innofam, Tony Havinga. Beste Bas, ik was op de AFAS Open zeer geïnspireerd door wat jullie vertelden en lieten zien. Met name het vereenvoudigen van de processen in je bedrijf en het aansluiten op de software via apps heeft me erg aangesproken. Ik zou graag de presentatie het liefst op video van gisteren willen laten zien aan mijn directie. Ik denk dat ze hierdoor ook enthousiaster kunnen worden van de mogelijkheden die Profit voor ons bedrijf biedt. Wat is daarin mogelijk? We zijn daarmee bezig. De man die op dit moment de microfoon vasthoudt, komt er eens even bij. Jawel, kom er eens even bij. Kijk hier, dit is de microfoon die dus gewoon zo ervoor gehouden wordt. Dit is Mark Peet. En Mark heeft alle AFAS Opens gefilmd. Hij is nu druk aan het monteren. En we gaan ook de keynote speeches van mezelf, van Piet, gaat hij op YouTube zetten. Dus het wordt allemaal zeg maar mogelijk om het na te kijken. Blijft wel dat het soms heel erg moeilijk is om je directie te overtuigen van de kracht van onze software. Ik denk dat dat misschien niet altijd zou kunnen, ook zelfs met een filmpje. Een andere mogelijkheid is om met je directie of managementteam een keer bij AFAS te komen, daadwerkelijk een rondleiding te krijgen. Onze directeur Customer Operations, Herman Zondag, die doet dat op een weergaloze manier. Ik denk dat hij dit vorig jaar, eigenlijk in 2011, wel voor 200 klanten heeft gedaan. Dus hij heeft bijna wekelijks heeft hij een paar klanten die hij rondleidt. En dat kan heel aanstekelijk werken. Omdat wij met het bedrijf ook laten zien wat je kan doen met die software. En ja, je kan het wel vertellen, maar als je het kan laten zien, dan gaat het vaak pas echt spreken. Dus de filmpjes komen eraan via www.avasopen.nl. Hou die site in de gaten. Ik verwacht het met een week of zo, Mark, zoiets. Ja? We zetten hem een beetje onder druk hierbij. Heerlijk, ongeveer met een week. En mocht je het interessant vinden om een keer met je directie langs te komen, geef een seintje aan Herman Zondag, hzo@avas.nl. Helemaal mooi. De laatste vraag, grafiek. De eigenaar Bas Huibers heeft iets ingestuurd. Nou, dat is een naamgenoot, dus wellicht dat ja, voordelen biedt. Bas, ik zag op Twitter dat er vragen gesteld kunnen worden over de nieuwe website en klantportaal. Ik was ook benieuwd of jullie de beoogde website en portaal ook door een internetstratege laten bedenken en anders laten beoordelen. Dat wordt tegenwoordig vaak vergeten. In ieder geval heel veel plezier en succes met alles wat jullie doen en de website ziet er goed uit. Oké. Antwoord op de vraag is ja. We hebben inderdaad ook externen ernaar laten kijken naar onze site. Met name omdat we hebben zelf al heel veel kennis van bijvoorbeeld Google, AdWords en SEO. Daar hoor je het heel vaak, hè? Search Engine Optimization. Daar hebben we zelf wel veel kennis van. Maar het is ook goed om af en toe eens een externe naar te laten kijken. Dus dat hebben we gedaan. Jij weet denk ik de naam? Ja, eFocus. eFocus. Ook weer een klant van ons. En we hebben daar experts voor in dienst. Nou, die hebben een hele lappen opgeleverd met wat we goed hebben gedaan. Ook wat we niet goed hebben gedaan. Wat we niet goed hebben gedaan, dat passen we weer aan in de software. En dat passen we niet alleen aan voor onszelf, maar voor alle klanten die met inside en outside werken. Dus denk ik een hele goede zaak. Hartstikke mooi, Bas. Nou heb ik hier, het is toch bijna Sinterklaas en kerst, een fantastische foutje voor Wicked. Okay. En ik zou aan jou willen vragen, wie van deze personen vandaag van de vraagstellers kan met 2 personen naar het AFAS Circus Theater? Jee. Wat vond jij de meest leuke, integreerde of prikkelende vraag? Welke zou jij graag willen belonen met, met zo'n fantastisch evenement? Dat zit je te zeggen. Nou, laat ik het dan zo zeggen. Ik vind eigenlijk wel degene die de vraag stelde over de video. Komt er een video van beschikbaar? Want je was niet de eerste die dat vroeg. Er was één iemand ervoor die het ook al vroeg. Waardoor wij getriggerd werden en dachten, ja, waarom zetten we eigenlijk het hele boeltje niet gewoon op YouTube? Ja, de concurrenten kunnen het ook zien. Maar goed, tegen de tijd dat ze dat aan het nabouwen zijn, zijn wij alweer een jaartje verder. Dus dat zijn wel net de vragen waardoor wij dan ook weer getriggerd worden. Zeggen, ja, het kan ook gewoon beter. Laten we er een filmpje van maken. Dus wat mij betreft mag Tony Havinga. Dus bedankt voor de tip. Jij gaat lekker genieten van Wicked. Het is een waanzinnige musical. Wij hebben hem allebei al gezien. En ontzettend van genoten. Dus ga daarvan genieten. Oké, dit was de juiste uitzending voor dit jaar. Uiteraard gaat Vraag het Bas gewoon door.
Blijf inzenden via het mooie formulier wat we hebben op de website. Ook helemaal gemaakt met onze eigen techniek. Bas, bedankt weer voor een jaar. Graag gedaan. Met je binnenbloot Mark ook bedankt. Voor alle klanten. Absoluut. Hij houdt bijna die microfoon niet meer vast. Hè? Het begint echt heel zwaar te worden. We zien jullie volgend jaar. Oké, geniet ervan.